Aden heeft afgelopen donderdag haar eerste audiovisuele specialisten afgeleverd. De studierichting audiovisuele productie startte in 2013 in samenwerking met de Backlot en het Grafisch Lyceum Rotterdam. Met financiële hulp van de uitvoeringsorganisatie Twinningsfaciliteit Suriname-Nederland is er een curriculum ontwikkeld en zijn er docenten getraind. Daarnaast is er ook apparatuur aangeschaft. Het was feest voor de geslaagden die donderdag met gepaste trots hun diploma in ontvangst namen. Onderdirecteur van de studierichting Audiovisuele Productie, Madhavi Sital, zegt dat 12 studenten zich hadden ingeschreven. Daarvan haakten er 3 af. Van de 9 zijn er dus nu 5 geslaagden. Die overige 4 hebben nog wat vakken om af te ronden. En die hebben de gelegenheid tot eind december om dat traject af te ronden. En die kunnen dus hun diploma in januari ontvangen. Dus eigenlijk is het een grotere groep die dit traject succesvol zal afsluiten? Ja, klopt. Dus deze groep bestaat uit 10 studenten, waarvan dus nu 5 geslaagd zijn. Eentje is afgehaakt en er zijn dus nog 4 die hun diploma hoogstwaarschijnlijk in januari ontvangen. Is dit een leuke studie wat kinderen of jongeren hier zouden moeten doen? Het is een nieuwe studie. Studenten komen er nu pas achter van hey, er kan ook zo'n opleiding, er bestaat ook zo'n opleiding. Ik kan ook echt dit beroep gaan uitoefenen. Want voorheen zag men het als, oh je bent een cameraman of oh je maakt leuke foto's. Maar ze stonden er niet bij stil dat er een opleiding kon bestaan waarbij je dus echt wordt opgeleid tot een audiovisuele specialist. Dus het begint nu wel op gang te komen. Studenten beginnen dus nu meer geïnteresseerd te raken. Het is nog steeds niet een hele grote groep, maar het begint dus nu wel op gang te komen. Een van de geslaagden, Regiani Geerlings, vertelt waarom hij de opleiding heeft gedaan. Het was de bedoeling om meer te weten te komen over het vak. En om te kijken hoe het, wat de media is in Suriname. Heb je het antwoord gevonden? Ja, helemaal. Ik heb het antwoord gevonden. Ik heb gezien dat niet alle bedrijven hetzelfde curriculum hebben. Dus als we kijken naar de eisen, bepaalde verschillen van elkaar. Maar over het algemeen is het wel hetzelfde. Zolang je weet te werken met je apparatuur, is alles goed. Wat ga je nu doen? De bedoeling is om het bedrijf liever in te stappen, ja, en werk te zoeken. Dus je hebt nog geen baan? Nee, als freelancer wel. Wat ga je doen dan? Part-time werken en part-time naar school. Ja. Maar wat ga je doen? Waar ga je werken? Ik ben nu freelancer bij de Gripbusters. Ja, als eerste AC. Ja. Dat is dus Regiani Geerlings, een van de geslaagden van de studierichting audiovisuele productie van het NATIN. Het NATIN heeft donderdag diploma's uitgereikt aan de eerste 5 audiovisuele productie specialisten.